Yo, what up? Dit zijn nog steeds de auditierondes van Punch Out Battles. Mijn naam is Demo en op dit moment sta ik naast auditant Vasilev. Zag ik het zo goed? Waar komt die naam vandaan? Dat is eigenlijk gewoon mijn achternaam. Dat is gewoon je achternaam? Ja. Lekker makkelijk, kunnen ze je lekker googlen en zo. Ja. Niet aangedacht. Ja, ik vond het ook wel een passende naam, een goede naam voor, ja, voor een rapper toch. En je hebt sowieso niks te verbergen, zeg maar. Ja, ja. Je hebt jou op een gegeven moment heb je ingeschreven voor de audities. Waarom dacht jij van, ik wil heel graag bij Punch Out Battles? Ten eerste, ja, ik keek altijd battles in Amerika, hier in Nederland, België. En ik hou van de competitie. En ik maak wel tracks, maar ja, daar zit niet echt competitie en dat is gewoon voor plezier. Je komt zelf uit België, hoor ik zo. Ja. Nou heb ik gemerkt dat ze heel vaak zeg maar, lastig doen tegen Belgen die hier komen battelen. Hoe denk jij? Hoe voel je je daarbij? Ja, ik heb wel een paar reacties bekeken van de juryleden tegenover Belgische rappers. Ja, ik probeer erop te letten dat ik alles goed uitspreek, alles begrijpbaar. Maar tot nu toe, met iedereen dat ik gepraat heb, zeggen ze dat het geen probleem is. Ik begrijp jou in ieder geval. Oké, dan ben ik blij, ja. Voor de mensen die jou nu voor het allereerst zeg maar, zien, hoe zou je jezelf omschrijven in een paar korte zinnen? Ik ben niet de makkelijkste te verstaan. Niet qua accent, maar qua bars, ingewikkeldheid. Maar ik zal het voor de auditie toch simpel houden, zodat iedereen het kan verstaan. En ja, gewoon veel punches van mij. Wat voor soort battelaar ben jij eigenlijk? Ben je meer van de grappen? Ben je meer van de diepe Insano-achtige lines? Of ben je meer een QC guy? Ik ben een beetje tussen Insano en de grappige soort van. Ik probeer wel redelijk agressief mijn bars te deliveren, maar niet te agressief natuurlijk. Gewoon normaal. En ik zorg ervoor dat ze hard raken. Maar niet te beschrijvend. En jouw tegenstander van vandaag, hoeveel kans maakt hij, denk jij, om van jou te winnen? Ik ben benieuwd naar wat hij heeft, maar ik zie hem niet meteen als een rapper. Dus, maar ik ben wel benieuwd wat hij te zeggen heeft, want als je zijn promovideo hebt gezien, hij lag in het gras, in de lelies of in de madeliefjes, dus ja, ik ben wel benieuwd. Misschien is het een madeliefje. Ha, bars. Hey, ik ga jou heel veel succes wensen, broer. En wellicht tot in de league. Mijn naam is Demo, dit zijn de Punch Out Battles. Ja. Ik ben met een van de auditanten, Jenzo Krakker. Yes. En ik ben heel benieuwd waar die naam vandaan komt. Ja, mijn tante die noemde mij altijd Jenzo, van kinds af aan. En toen heeft een vriend van mij daar Krakker aan toegevoegd. Dat is een figuur uit Fairy Old Parents. Dus die guy die allemaal ene uitdeelt. Oh Krakker. Ja, Krakker. Ja, ja, ja. En ik ben dan Jenzo en dan Jenzo Krakker. Ben je dan ook zo'n gozer net als hem? Beetje. Gefixeerd? Gefixeerd hangt er vanaf waarop. Hè? Dus dingen die ik belangrijk vind, ben ik op gefixeerd. Dingen die ik minder belangrijk vind, niet. Jij geeft jouw tegenstanders allemaal ene. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is een interpretatie. Ik weet niet. Ik vind zelf, geef een F, zeg maar. Een F is het daar toch, ja, in die serie. Ja, ja. En een F is ook wel een fuck, dus geef een fuck. En ik geef een fuck. Zeg maar, veel rappers zeggen, ik geef geen fuck, ik geef wel een fuck. En ik zeg het, ik kom er vooruit, ik geef een fuck. A lot of fucks given, ja, dus. Ja, Jenzo Krakker, ja, ja. Voor alle mensen die jou eigenlijk voor het eerst nu zien, hoe zou je jezelf omschrijven als battle MC? Als battle MC? Ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag, want het is eigenlijk praktisch mijn eerste battle. Dus ik ben denk ik op een bepaalde manier wel zoekende naar een stijl ook. Ja, het is ook heel relatief, zeg maar. Dus, wat gaan we bijvoorbeeld dadelijk van jou zien? Gaan we heel veel bars zien, heel veel grappen of juist heel diepzinnige lines? Het is, ik hou heel erg van gekke metaforen die je niet per se zou verwachten. En ik hou eigenlijk ook wel van een bepaalde manier van, dus juist geen diepgang. Dus dat het juist heel plat. Ja, maar ook weer niet door dus het gebruik van originele metaforen en woorden die je niet heel vaak hoort. Ik ga niet heel persoonlijk. Ik hou het denk ik wel op een bepaalde manier vrij generiek, maar probeer daar wel origineel in te zijn. Je houdt het PG-13, zeg maar. Ik weet niet wat dat is. Nou, laat maar. Laten we verder gaan, hij snapt het niet. Ik wou jou nog vragen dat jij dadelijk in de ring gaat staan natuurlijk, tegenover iemand, allemaal mensen om jou heen. Ja, hoe zie je dat voor je?
Heb je zoiets van, oh, dat wordt spannend of I got this? Het wordt wel spannend. Het wordt wel spannend. Ik heb zelf altijd, eigenlijk pas op het moment dat ik daar sta, dat ik het echt spannend vind. Maar ik denk wel dat ik het spannend ga vinden. Maar daarnaast, I got this. Ja, zolang je ze laat lachen, zeg maar, kan je zeggen, de Punch-Out Battle publiek zijn hyena's. Ja. Maar zolang je ze laat lachen, dan is alles goed. Oké, ja, ik hoop dat ik ze kan laten lachen. Ik weet niet. Want anders eten ze je op. Oh, ze gaan me opeten. Dat zijn hyena's toch? Ze lachen of ze eten. Oké. Ja, ik hoop dat het goed komt dan, dat ik niet word opgegeten. Stel dat jij dadelijk doorgaat naar de league. Ja. Denk je dat je jezelf dan ook echt kan meten met de mensen die nu in de league zitten? Ja, klinkt misschien een beetje arrogant, maar ja. Ja, denk ik wel. Ja, ik denk als ik een paar battles doe en ga oefenen en zo en vaker battles ga schrijven, dat ik uiteindelijk wel met gewoon wel vrij heet vuur ga komen, man. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eerst natuurlijk jouw auditieronde nog zien. Ik wens jou heel veel succes. Jenzo Krokker, hij geeft een F. Ja, mijn naam is Demmer. Bang.